op de flop al in is gegaan, is het wel vrij belachelijk. We hitten een runner-runner straight draw. Oeh, we hitten bottom pair. Ik ga het toch maar folden. Nu waarschijnlijk. Ah, oké. We krijgen geen river meer te zien. Goh, 13k wordt heel moeilijk om daarvan te stelen. En dan vind ik 8-5 toch te zwak. Hoewel dat het misschien had gelukt. Suited as 9. Hij called. Ik hit jammer nog niet. Ik wil het gerust uitchecken. En hij hit top pair. Lol. En hij bit niet. Hij zit in positie. Maar hij gunt mij gewoon elke keer een gratis kaart om mijn aas te hitten. Sympathiek van KGM. En zijn preflop call kan ik best nog wel verstaan. Ten 2, jack 2. En 9-3 is ook niet echt een hand om een stijve van te krijgen. Aces, de eerste keer deze avond. Aces in de 34k guaranteed, mijn favoriet toernooi dan nog wel. Jammer nog in de eerste level, maar we zijn sowieso blij met Aces. En we gaan races, hè? Jawel, up naar de 60. Re-race, re-race. Een call van Cedarwood, 44-0. Daar lig ik wel op voor. 150, 150 hier. Oei. Ik ga gewoon callen. Zien dat we onze set hitten. En King is eigenlijk een perfecte kaart. En gaat hij racen? Oei, 4,50. Niemand achter mijn kant. Ik ga gewoon value betten. Nice. Dank u, AA. Pocket 8. Ja. Perfecte flop eigenlijk. Kings tegen Ace 10. Pocket 9 is de nuts volgens Civil. Mooie start dus in de 34k. Hier pocket 8. Call. Eens even zien. Ik denk dat ik ook gewoon ga callen. Wel. Ah. Mist hij zijn flush? Ik wil zien wat hij heeft. Ja, hij mist zijn flush. Zijn bet was veel te zwak. Maar hij gaat mij toch niet kalen, mocht ik racen. Pocket 8 is hier misschien wel de sterkste hand. Ik ga proberen de pot op te pakken. Ja, 9-9-9 van maken. Instafold. Goed genoeg. Pocket 5. Onder de gun plus 2. Als KGM terug limpt, limp ik wel weer mee. Anders denk ik dat ik fold. Hij raced zelfs, dan zit een easy fold natuurlijk. Eens even zien.
Dus ziet, welke toernooi moet ik nog bij aanvullen en welke niet. CS3, gaan we volgen. Ik moet nog één toernooitje. Dat zal ik waarschijnlijk wel spelen. Die op start. En de donderdag van 8:45. 4-9, ja. Het enige wat ik kan doen om de pot op te pakken is als hij hem gewoon racen. Maar hij raced zelf. Aces tegen negens. Civil. Negens zijn niet in het, jongen. En Nalle is weg. En KGM krijgt, goh, een zeer grote stack wel. 8-7 suited in de big blind. Ik vermoed dat het bij KGM komt. Dat hij gewoon in het toe zal racen. Maar het zijn allemaal limps. Goed genoeg, ik ga gewoon checken. En de nuts floppen. Ah, oh, nee, toch niet. We gaan gewoon een flush draaf floppen. Eens even zien wat de actie gaat zijn. 900. Nee, oké. Okay. Vrij duidelijk dat er zeker gehit is geweest bij de villains. Ace-10. Reshuffle of niet? Vijfentwintig-6 uit 16 handen. Ik denk dat Austin hier iets te weinig is. Kan folden. Ik heb nog wel veel fold equity natuurlijk. Twee-acht offsuit in de 34k en een walk meegenomen. En ik ga ook